Weet je wat, we maken er een quiz, nee, een kookrubriek van. Kookrubriek, Ed. En dan ga ik piano spelen. En dan doe jij al die dingen in die pan, dat kan jij veel beter. En dan maken we er een beetje live en cooking van. Beetje live en cooking. Wat moet ik dan doen, Bobby? Alle spulletjes in de pan en zeggen hoe je dat doet. Vinden de mensen leuk, smullen ze van. Vinden jullie dat leuk? Oké. Okay. Kijk, we beginnen met de melk. Ik doe de melk in de pan. Klontje boter erachteraan. Ik doe de eieren er nu in. Want in koken heb ik zin. En dan nu de suiker maar. En het beslag is bijna klaar. Kluts het lekker door mekaar. En Sint, smeer het in je haar. Ja, Sinterklaas, je smeert het niet in je haar. Soep, Kim, doe het dan niet. Houd ermee op. Jongens en meisjes, dat beslag gaat in de oven. Kan het bijna niet geloven. Heb nou nog maar eventjes geduld. Zodat je strakjes lekker smult. Ja, jongens en meisjes. Want zo maak je taart. Taart, taart. Wat zeg je nou? Zo maak je taart. Taart, taart. Zo maak je taart, taart, taart. Nee, ho. Wacht. Je speelt het verkeerde liedje. Het goede liedje. Nee, jij speelt dat liedje van zo maak je kaas, kaas, kaas. Ja, maar we maken taart, taart, taart. Er zit nog geen kaas in die oven? Nee, dat weet ik wel, Bobby. Maar kijk, die taart die staat in de oven. Daar moeten we een paar minuutjes op wachten. Kunnen wij misschien in de tussentijd even dat liedje zingen van kaas, kaas, kaas. Oh, dat is een goed idee, maar dat kunnen jullie ook meezingen. Willen jullie dat met ons meezingen, jongens en meisjes? Kom maar op! Het is heel makkelijk, het gaat van kaas, kaas, kaas. Zing maar mee! Zo maak je kaas, kaas, kaas. Met z'n allen. Zo maak je kaas, kaas, kaas. Dat kan harder. Zo maak je kaas, kaas. Iedereen! Zo maak je kaas. Kaas is eigenlijk melk. Kaas is eigenlijk van een koe. Ja, kaas is, het komt van een koe. Het is geen koe. Is het geen koe? Nee, het is natuurlijk geen koe. Het is pure zuivel. Dat betekent het is gezond. En ja, kaas herken je zo. Want kaas is namelijk rot. Vergeet het niet, het kost veel tijd voordat je kazen hebt bereid. Dus let goed op, onthouden doet hoe je de kazen maken moet. Kaas, kaas, kaas. Dat kan toch harder. Zo maak je ook bovenin. Zo maak je dat kan beter. Zo maak je. Zo'n kaas maak je niet ineens. Die ligt lang te wachten. Zo'n kaas die moet dan rijpen. Hele dagen, hele nachten. Het lijkt wel saai, maar het moet. Zo'n kaas ligt daar soms weken. Maar daarna is die lekker, joh. Ja, dat is toch wel gebleken. Vergeet het niet, het kost veel tijd voordat je kazen hebt bereid. Dus let goed op, onthouden goed hoe je de kazen met z'n maken allen moet. Kaas, kaas, kaas. Jongens, dat kan toch harder. Zo maak je kaas, kaas, kaas. En nog een keer. Zo maak je kaas, kaas, kaas. Zo maak je kaas, kaas, kaas. Kazen zijn belangrijk. Belangrijk voor de boer. Hij maakt ze extra lekker. Het werk is reuze stoer. Hij draait die kazen dagelijks om. En dat is best zwaar werk. Ja, werken met die kazen, dat maakt je reuze sterk. Vergeet het niet, het kost veel tijd voordat je kazen hebt bereid. Dus let goed op, onthouden goed hoe je de kazen maken moet. Kaas, kaas, kaas. Met z'n allen. Zo maak je kaas, kaas, kaas. Dat kan beter. Zo maak je kaas, kaas, kaas. Tuurlijk. Zo maak je kaas.